Ik heb verder volgens mij helemaal niks te vertellen dan geniet en tot straks. Applaus voor Tommy. Dat jullie er allemaal zo vroeg zijn, netjes op tijd. En ik ben erg blij dat ik hier mag spelen voor de grote release show van de Optics, die daar straks een heel goede show gaan zetten. Ik heb het de soundcheck mogen bekijken en dat was heel goed. Extra bijzonder dat het in de Drie is vanavond. Mijn oom heeft zijn hele leven in de Drie gewerkt, 40 jaar lang, en zijn vader ook 40 jaar lang. En hij vertelde dat zijn vader, die woonde destijds in Kilder, en die had geen auto, dus die heeft 40 jaar lang op en neer gefietst van Kilder naar Ulft. En toen hij uiteindelijk geëerd werd, toen hadden ze uitgerekend dat hij minstens anderhalf keer de wereld was rondgefietst in zijn hele leven. Dit liedje gaat over hardwerkende mensen, zoals hij. Mom, the grief of meaning.
desire. Iedereen nog een beetje naar zijn zin? Gaat goed allemaal? Goed zo. Het is altijd een beetje raar, hè? Jullie staan allemaal zo veilig in het donker en naar mij te kijken. Ik moet het allemaal maar doen. Dus ik dacht, ik ga er een interactief element in brengen. Een soort van talkshow. Dus Paul. Is Paul van Druten, die filmt alles. Alles goed? Ja, zeker. Ja? Heb je gedaan vandaag? Oh my god. Is dat een gewetensvraag? Werken. Werken? Wat doe je voor werk? Eerste lijns helpdesk. Eerste lijns helpdesk. Computerstuff. Computerstuff. Wie is er nog meer? Wie zien we nog meer? Freek heb ik gezien. Freek Liebenand. Maurits Kaptein komt net binnen, dames en heren. Ik zie Kevin Rijmaker daar van de Boetnes. Hey! Kevin, kom eens hier. Spel eens wat met. Kun je zo'n liedje vallen? Ja. Kom erbij, het is heel spontaan dit allemaal. Hey.
bij deze, de grote GVF talkshow, geopend. Hoe gaat het met de boetnis? Hebben jullie de boetnis al eens gezien? Jee! Kijk aan, goed bezig. De nieuwe normaal, gaan ze zien. Dankjewel, guys. We gaan een liedje spelen van Kevin's Held, denk ik. Zeker. Better man. When I look to her, she always stagger back again. Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I cried to be set free, she just took me in again. This would be I do in an early grave to find a better land. She just smiled back at me. I put a Jew's bag again. Once I'd tried an ivory tower so I could worship from above. When she tried to set me free, she put a Jew back in the ground. There's a big heart, son. Beating on the big people in the big hard world. There's a big hard sun. Beating on the big people in the big hard world. When you see Pim Pelders over. Pim, come have a sticky drummer. So I go across the river to try to understand. Jim Pelvis from Kingpin. I try to understand. She just open up her hands. Zo, wie had er nog wat? Tim, nog wat te vertellen? Oh, het serieuze gedeelte van de set. Thank you.
Nikki was a friend of mine, but we hadn't talked in quite a while. We just didn't pick up the phone. Me and her were pretty close. 10 years ago, we'd go to shows, cook spaghetti, just say and lay on the couch ring video. And when she left, the whole room laughed along. When she left, you knew that everything was alright, that the weariness on your mind, forget the daily dread. Jona er ook of niet? Jona Valk? Ja. Komt er nog in aan. Jona Valk, Tina Zeno. Jona heeft een boek geschreven, daar ben ik heel erg jaloers op. Jona, wanneer komt je boek uit? April. Hoe heet hij? Het boek heeft nog geen naam, maar check het uit. Jona Valk, in april. Wat hè? Dat ene liedje. My eye, I wanna scream and let it go.
Zin om een liedje te spelen, of niet? U, meneer? Ik heb de bril niet op. Meneer Simitas. Volgens mij is het gewoon Freek. Thank you.
Dank jullie wel dat jullie er zo vroeg waren en zo respectvol en stil waren. Heel fijn.